Een ware Batcave op Utrecht Centraal Station met een feestelijke opening is de Batcave Movie Studio nu toegankelijk voor bezoekers. 2, 1, go! De opening van de filmstudio is ter gelegenheid van de nieuwe bioscoopfilm De Lego Batman Film. Het is allemaal Lego, dus je komt binnen en je pakt eerst je favoriete outfitje. Dus is het de Joker of wil je Batman Woman zijn of Batman, dat kan allemaal. En daarna moesten we foto's maken bij een soort van windmachine. Dus er zat een soort blower, een soort Hans Klok blower, dat je heel stoer voor de dag kan komen. Glij je van de paal naar beneden, ga je met wapens gooien, sta je vervolgens achter de computer. Ja, het ziet er allemaal wel cool uit. Ik ben op de foto geweest met die Batman. Van een paar uur geleden met zwaarden gevochten, met kettingknotsen en alles eigenlijk hebben gedaan. Stemacteurs Gerard Ekdom, die de stem van Batman inspreekt, en Dennis Wening, die de stem van Batmans grootste vijand, de Joker, mocht inspreken, waren van de partij. Het is wel zo'n ding dat je dan stiekem op zit te hopen dat ze een keer bellen om een soort leuke rol in te spreken. En toen werd ik gevraagd als de Joker, weet je, Batman is natuurlijk leuk, weet je, maar Joker is natuurlijk veel toffer. In de Lego Batman film liggen er grote veranderingen op de loer voor Gotham City. En als Batman de stad wil redden uit de handen van de Joker en zijn sluwe plannen, zal hij zijn waakzame rol moeten laten vallen. Batman werkt alleen. Batman zal dit keer moeten proberen samen te werken met anderen. En misschien, heel misschien, zal Batman het dit keer leren om meer relaxed te zijn. Ik ben onwijs benieuwd. Ja, ik heb alleen maar de stukjes gezien natuurlijk die ik moest inspreken. En hoe het uiteindelijk eraan toe gaat, weet ik niet. Ik vind het onwijs tof, mijn dochter is mee. Die is super trots, weet je al. En ik vind, dat ben ik vooral benieuwd naar, over hoe zij het vindt. De Lego Batman film is vanaf 8 februari te zien in de Nederlandse bioscopen. Ga erheen, het wordt cool.